is 1:30. Ik heb uitgeslapen tot 12 uur. Dat was echt heel erg chill. Ik moet nu even naar de supermarkt. Want ik moet vanavond koken. En ik had het plan om zo meteen red velvet cake te gaan bakken. Want dat is echt zo lekker. Dus dat is het plan. Daar moet ik dan ook even wat voor halen. Ik heb nog niet ontbeten. Dat moet ik dan een andere keer nog even doen. Ik moet ook de vlog nog uploaden. Oei, dat moet ik wel vandaag doen. Ik kom net terug van de supermarkt. Ik voel me echt een huisvrouwtje met mijn karretje vol met groente en fruit. Het is heel warm buiten. En ik ga nu even al mijn boodschappen opruimen. Dan ga ik even lunch maken. En dan ga ik beginnen aan mijn red velvet cake. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. Dus dit ga ik maken voor lunch. Bisseletjes, tomaten, mozzarella en pesto. Doet de radio aan en hebben ze heel hard James Bay op. Hoe leuk! Hey, we zijn red velvet cake aan het maken. Daar gemerkt in. En het is alleen niet rood. Kijk, dit is ons beslag. En dit is niet rood. We hebben echt super veel kleurstof erin gedaan. Maar echt meer dan er stond. En het wordt niet rood. Dus nu zijn we heel creatief bezig met aardbeien en cranberries. En die koken. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet ook niet wat we er doorheen moeten doen. Maar we gaan het zien. Missie is geslaagd. Dit is het nu. En er zit aardbeistukjes in. Er zitten hier mini stukjes aardbei door. En zo van cranberry. Waarom zijn we zo dol? Ja, volgens mij hebben we het alleen maar verkloot. Ik heb gekookt en het is pasta salade, want dat koken we echt nooit. We gaan vanavond naar GU, dat is zeg maar van school. Grote uitvoering, dat is leuk. En dit is onze taart. Yummy! We zagen net een heel klein stukje van het binnenkantje en het leek semi-rood. Maar het is zeg maar helemaal fout gegaan. Het wordt fijn dat het niet rood, maar we zijn echt heel benieuwd. Niet rood at all. Is het hier rood binnen? Nee. Voorzichtig! Ja, die eet ik wel. Oh. Meert, wat doe je? Ja, dat kan ik toch niet helpen? Wil je dit dan even vasthouden? Ja, nou is het al. Meert. Ja, sorry! Het is de zachtste taart die ik in mijn leven heb geproefd. Het velvet gedeelte is wel gelukt. Het rode niet echt. Maar ja, het is lekker. Daar gaat het om. Het was super warm vandaag. Echt iets van 30 graden. Maar op een gegeven moment begonnen er echt paarse wolken te komen. Op dit moment de reactie van Miranda Sings op de video van Joey Graceffa aan het kijken. Echt hilarisch. Ik vind Miranda Sings echt de meest irritante persoon ooit. En ik vind zeg maar Colleen die haar speelt echt fantastisch dat ze zeg maar dat zo goed doet. Want zoveel moed voor nodig om jezelf zo op internet te zetten. Ik zat gisteravond een show in Amsterdam. Het was best cool. Ik had het best graag willen zien. Maar ja. Ik was er niet. Ik heb er wel over gedroomd trouwens, wat raar was. Meest chille avond ever. Ik heb dit vest aan. En ik heb een kopje thee en ik heb wat witte chocolade die we nog over hadden van de taart. Helemaal top. En ik ga film kijken nu. Ik ben de laatste tijd een beetje obsessed met Anna Kendrick. Ik heb deze week Pitch Perfect 1 en 2 gekeken. In de verkeerde volgorde, maar mij niet uit. En ik mag haar heel erg. Ze is ook in interviews echt super leuk. Ik mag haar echt zwaar. Ik kwam erachter dat ze al 30 is. Ze lijkt echt 24. Maar in elk geval, ik vind haar heel cool. En ik ga nu heel veel films van haar kijken, want dat vind ik leuk. Dus ik ga nu beginnen met The Last 5 Years, geloof ik. Ben benieuwd. Goedemorgen, ik heb vanmorgen eventjes mijn boek uitgelezen, want dat wilde ik heel graag. Ik ben er gisteren in begonnen. Het was zeg maar de sequel, het vervolg op If I Stay. Hij heette Where She Went. Ik vond het best wel een coole titel, zeg maar, gezien het vorige boek. Nou ja, oké. Ik had hem gisteren eigenlijk bijna al uit. Gisteren de hele dag erin gelezen. En toen vandaag nog even uitgelezen. En hij was heel mooi en leuk. En ja, nu ben ik weer de liedjes van Winnemet Stone aan het luisteren. Dat zijn zeg maar de liedjes van de band die in de eerste film zit. Dus het gaat over een jongen die in een band zit. Nou ja, die liedjes zijn dus echt uitgebracht. Op Spotify staan ze allemaal. Ik had het eerste boek nooit gelezen. Ik heb de film alleen 3 keer gezien. Maar ja, die liedjes zijn heel cool. Het is zeg maar best wel rockachtig. En ik hou best wel van rock. En er zitten ook een paar, zeg maar, niet rock die heel mooi zijn. Dus daar ben ik opeens weer helemaal verliefd op. Dus dat is fijn. Ik sta in de wachtrij bij Hollands Nieuwe Klantenservice.
Er zijn nog 19 wachtende voor me. Dat is een hele zin. En ik ben lekker aan het lezen geweest de hele middag weer. Dat is zo fijn, want dan kan ik gewoon even mijn hele wereld vergeten en in een andere wereld zitten. Dat is echt chill soms. Ik heb al een aantal dagen niet gevlogd en het is ook weer al het eind van de dag. Ik heb vandaag bijgepraat met Emma, wat fijn was, want die had ik echt al heel lang niet gesproken. Dus het was leuk om die weer eventjes te zien en zo. En alles bij te praten. Morgen krijg ik uitslag van eindexamen. Ik weet eigenlijk al bijna zeker dat ik geslaagd ben, maar het is toch leuk, want dan is het officieel. Maar daarvoor moeten jullie even wachten tot de volgende vlog, want ik ga hem hier afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doeg!